Als we ons aardig prettig leefbaar willen houden, ook voor onze kinderen, en zorgen dat we dan nog voldoende grondstoffen hebben en dat klimaatverandering niet te erg is geworden, dan zullen we heel snel om moeten gaan naar een samenleving die gebruik maakt van duurzame energie en die de grondstoffen in de keten houdt, de zogenaamde circulaire economie. En we zien nu dat de nationale overheid daar niet genoeg aan doet en dat bedrijven wel willen, maar dat die de druk en de support van de samenleving nodig hebben. Dus uiteindelijk zijn het de bewoners, de mensen, de burgers in het land die die versnelling kunnen genereren als ze met z'n allen er heel hard aan gaan werken. En dat is wat ik hoop dat ik iedereen daartoe kan inspireren om met z'n allen heel hard aan de slag te gaan om te zorgen dat we de snelheid bereiken die nodig is. Ja, die zogenaamde economische en ook financiële crisis die heeft heel veel te maken met die ecologische crisis en nu worden ze vaak een beetje uit elkaar getrokken. En uiteindelijk draait elke samenleving omdat we energie hebben om alles te kunnen doen wat we willen doen en omdat we grondstoffen gebruiken om tafels, stoelen, dingen, jassen, kleren te produceren. Nou, die grondstoffen die hebben we de afgelopen 60 jaar met enorme hoeveelheden uit de grond gehaald en vervolgens verbruikt, verbrand of op een afvalberg gegooid. En die energie die raakt op, die wordt steeds duurder daardoor. En daarnaast heeft hij heel veel gezorgd voor broeikasgassen die het klimaat aan het veranderen zijn. Nou, en eigenlijk is het zaak dat we dat heel snel gaan veranderen. Want anders kunnen we niet eens op dezelfde manier doorgaan. Omdat we gewoon niet meer de goedkope grondstof hebben die we de hele tijd hadden. Dus alles wordt heel veel duurder. En omdat het klimaatverandering gaat zorgen dat hele systemen veranderen. Waardoor ons voedsel duurder wordt. Er komt meer droogte, er komen meer extreme weersomstandigheden. En we gaan dat veel meer merken aan voedsel dan aan een graadje meer aan het strand. En dat besef zie je nog eigenlijk nauwelijks in de samenleving. En ik ben een beetje bang dat we dat pas gaan zien op het moment dat die rampen steeds verder toenemen. En ik hoop dat we wijs genoeg zijn om te luisteren naar de wetenschap en om ons heen te kijken en te zien dat die veranderingen al ingezet zijn. En dat we nu eigenlijk een andere koers moeten gaan varen. En dat onze economie dus afhankelijk is van de grondstoffen die we uit de aardbol halen. En we hebben maar één aardbol en we verbruiken er nu ongeveer voor drie. Dus dat gaat direct gewoon niet goed. U spreekt van een transitie naar een circulaire economie. Wat zijn daarvan de uitgangspunten? Circulaire economie betekent eigenlijk dat je die grondstoffen die je nu uit de aardbodem haalt en stopt in je auto's, stoelen, tafels, kleding, probeert opnieuw te gebruiken. Dus dat je ze niet na afloop weggooit en verbrandt, maar dat je ze in de kringloop houdt, omdat anders die grondstoffen straks heel schaars worden. En waar we naartoe gaan is dat je straks krijgt dat je niet meer een tafel koopt, maar je koopt zituren om aan die tafel te zitten. En na afloop van de levensduur geef je het weer terug aan de fabrikant. En die haalt hem uit elkaar en die gaat hem opnieuw gebruiken. Dus het betekent dat die fabrikant veel slimmer moet gaan ontwerpen. Want nu is het vaak verlijmd en op een manier in elkaar gezet dat je het helemaal niet makkelijk uit elkaar haalt. En die fabrikant gaat dus slimmer ontwerpen en weet dus van nou, na 5 jaar krijg ik het weer terug, heb ik alle grondstoffen nog. Die zijn in die 5 jaar best wel duurder geworden. Dus mijn tafel is een klein grondstofbankje geworden. En het is eigenlijk wel fijn om hem terug te krijgen, want dan hoef ik het niet opnieuw in te kopen. En dan kan ik een nieuwe tafel maken met die oude grondstoffen. Ziet u in de kabinetsplannen aanknopingspunten voor de circulaire economie? Nou, het nieuwe regeerakkoord noemt het woord dat ze gaan inzetten op een circulaire economie, maar ze schrijven nergens in dat akkoord hoe ze dat gaan doen. Ze zetten er ook geen geld op. En het ministerie van Economische Zaken wordt geleid door de VVD, die op dit moment niet heel erg bezig is met dat onderwerp. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, om het maar een beetje flauw te zeggen, hoe ze dat gaan doen. Want het is nu gewoon een beetje lippendienst bewijzen aan het woord. Maar ik verwacht daden. Zijn de kabinetsplannen een rem of stimulans voor burgers en bedrijfsleven om te verduurzamen? Nou, het vorige kabinet was echt een rem. Die hadden zelfs verboden om het woord klimaatverandering nog te gebruiken in Den Haag. Dus heel veel ministeries, er werd het woordje geschrapt. Dat is nu wel echt anders. En Diederik Samsom weet ook uitstekend wat er moet gebeuren. Maar ik zie in het huidige regeerakkoord niet heel veel aanknopingspunten waarmee ze duidelijk maken dat ze echt willen versnellen. Het enige wat er staat voor burgers is dat als je in een lokale energiecoöperatie zelf je energie opwekt, dat dan de energiebelasting iets omlaag zal gaan. Niet nader gespecificeerd. En ook niet hoe breed dat is. Dus als je met z'n allen, wat je nu hebt, zo'n windcentrale hebt, dat er 2 windmolens in het noordoosten van Groningen komen, maar je kan best in Tilburg wonen. Ja, dan is dat dan dichtbij, want er staat als het dichtbij wordt opgewekt.
Nou, de windcentrale zelf denkt dat het voor hun niet geldt, maar dat is wel typisch ook een collectieve actie van burgers die samen energie gaan opwekken. Dus ik ben benieuwd, ik zie alleen maar één klein zinnetje in dit huidige regeerakkoord wat aanknopingspunten biedt en niet waar iedereen eigenlijk om gevraagd heeft, namelijk die zogenaamde soldering op afstand. Dus dat als je je zonnepanelen bij een boer in de buurt legt, dat je het toch mag wegstrepen tegen je eigen gebruik. Wat je wel mag op je eigen dak en wat je niet mag op afstand. En als ze dat hadden gedaan, dan had er een enorme versnelling gekomen. Want er zitten ontzettend veel mensen te wachten op dat soort collectieve acties met zon, met wind. En ik denk dat ze heel wel bewust dat niet hebben gedaan. Dat is eigenlijk wel een gemiste kans.